Beste allen, van harte geef ik u een warm welkom, warm vooral, op Toastpieterij van Davidsons Koekelaren in Toronto. Er is een Engels spreekwoord dat zegt: Everything passes except the past. Alles gaat voorbij, behalve het verleden. Wij duiken hier vanmorgen in dat verleden, zowat 100 jaar terugtrekken wij. En wij brengen bij wijze van spreken even tot leven Arthur Cousins. Hij was hier in Echtehem erg geliefd als mens en als priester. Niet enkel was hij een tijdgenoot van gezellen, hij was ook een zielsverwant. Hij had een gezelle natuur. Dit wil zeggen, uiteraard dromerig soms en weemoedig, natuurminnaar, volks, wars van luidruchtigheid, liefdadig en Vlaams gezin. Een hardwerkend mens, een priester, een vlotte en blije dichter om van te houden. Daarom willen we hem hier met onze Toast Literair even met warmte herdenken en eren. Hier waar hij woonde en werkte. Daarvoor staan we even stil op drie locaties hier heel dichtbij. Allereerst bij zijn kerk. Hier was hij de priester die voorging. Ik wil kort zijn levensloop schetsen. Arthur Cousins is op 1 september 1883 geboren in Tielt, in een gezin van te landen. Zijn vader Johannes was, zoals men dat toen noemde, een landman. Een landman had meer gronden in eigendom dan een gewone landbouwer. Johannes Cousins was een eerste keer getrouwd met de meulemeester. Arthur echter was de zoon uit het tweede huwelijk van Johannes met Romania Blondeel. In Tielt deed Arthur zijn humaniora-studies. Hij stond er bekend als een leerling met een buitengewone aanleg voor talen. Hij had er onder meer Zilver Schaven als bijzondere leraar. Een dubbele invloed kreeg hij. Zowel zijn uitgesproken Vlaams nationale overtuiging kreeg hij mee, maar tegelijk ook een realistisch gevoel voor volkse en maatschappelijke problemen in het arme Vlaanderen van toen. Hij kreeg daar ook zijn priesterroeping. Daartoe volgde hij eerst de cursus filosofie in het Roeselaarse Klein Seminarie om daarna zijn priesteropleiding te krijgen in het Groot Seminarie te Brugge. Om die dure studies te bekostigen sprong de familie de meulemeester bij, met name broer en zus van de eerste vrouw van vader Johannes. Arthur zou hen nog op zijn sterfbed hiervoor bedanken. Die opleiding tot priester kreeg hij tussen 1902 en 1907. Arthur was toen tussen 19 en 25 jaar. Op 21 december 1907 werd hij tot priester gewijd. Daarna werd hij leraar in het Sint-Lodewijks College te Brugge. Hij bleef er 7 jaar tot oktober 1914. Toen vluchtte hij weg van het oorlogsgeweld en trok naar Zeeland, waar hij almozenier was bij de Belgische vluchtelingen. Wat later werd hij almozenier en brancardier bij het Belgisch leger, zelf in Calais. Om er, zo zegt hij zelf, te sjouwen door bloed en stikgassen op de voorposten, als een toonbeeld van offervaardige almozenier. Bij een aanval werd hij echter dermate aangetast door gifgas dat hij er een longziekte opdeed. Dit zou hem zijn vroege dood kosten, met name in 1926. Hij werd net geen 44 jaar oud. Na de oorlog werkte hij slag om slinger. Hij wist allicht best wat er aan het groeien was in zijn borst en hij wilde iedere dag ten goede besteden. Hij werd benoemd tot leraar Engels en Duits in het Klein Seminarie te Roeselare. Hij was er heel graag gezien, maar
bisschop van Brugge, monseigneur Waffelaert, stuurde hem op 28 december 1922 naar Echtegem als onderpastoor. Allicht was hij volgens het bisdom wat te Vlaamsgezind voor het onderwijs. Dit was voor Arthur wel een ommekeer, een levensommekeer, maar het lukte hem. Al heel vlug kreeg hij als onderpastoor de ongeveinsde vriendschap van Jan en alle mannen. Zijn pastoor toen was August Wellaert. Hij stierf in 1925 en werd als pastoor opgevolgd door Pius Alphonsus Snik. De graftombe van pastoor Snik staat hier om de hoek van het portaal van de kerk. En pastoor Wellaert ligt begraven naast Arthur Koessens hier op het kerkhof, zoals we straks zullen zien. In het jaar 1926 stierf ook Arthur Koessens. Een vriend die Arthur kort voor zijn dood bezocht, getuigd. Deze keer, och God, ik wist niet dat het de laatste keer was, ging zijn vertelling maar traag. De zon boorde door de gordijntjes en stak een vuurglans in zijn ogen. Zijn mond lag nog vastgespannen, maar ik voelde dat iets diep in hem niet in orde was. En dat was triestig. Ik wist echter van waar het kwam. Arthur Koessens was almozenier geweest en die zo vaak vervloekte oorlog had het hem gelapt. Die bedriegelijke blos op zijn wangen, die piepende borst. Toen ik een goede maand later zo koeltjes hoorde vertellen, Tutje Koessens heeft moeten laten steken. Echtegem heeft veel verloren. Dat klopt. Hij was een sociaal bewogen priester, heel werkzaam. Hij werd dan ook ontzettend graag gezien. Tom leest nu Arthurs gedicht Het lieve land van Leiden. Over zijn dierbare en trotse Vlaanderen in oorlogspijn. Arthur Koessens schreef het toen hij in de oorlogsjaren in Engeland almozenier was in het Belgisch leger. Het lieve land van Leiden, zo heet het gedicht, verwijst naar het Vlaanderen in de oorlog. Vlaanderen, duurbaarste gauw, land van mijn trots en mijn rouw. Machtig betrachten, heerlijk verwachten. Bedreigd door de dood, straks wonderbaar groot, wanneer het met uw smart is gedaan en het uur van uw vrijheid zal slaan. Vlaanderen, storm nu en wee, droomland van peis eens en vree, biddend ter kerken, zwoegend in het werken, met wezens vol vreugd en harten vol deugd. Als schoonheid die wijds uit uw ziel, al luister van heiligheid viel. Vlaanderen, uw grootheid is oud, vrijheid was u meer dan goud. Het kunstgoon er bloeide, wereldroem er groeide, er fier uit de kracht van scheppings gedacht. En Vlaanderen was vrij en was groot en kende geen kleinheid of nood. Vlaanderen, een zee is uw smart. Eindeloos is de angst van uw hart. Huizen die kraken, dorpen die blaken in loeiend gerucht en mensen op vlucht. Wel het vorderen van zegengeweld met vrezende hoop u ontstelt. Vlaanderen, uw zonen aan het front, helden die rusten in uw grond. Dankt gij uw luister, opslaande uit duister. Nog lijdt gij zoveel, maar vreugd wordt uw deel. Mijn Vlaanderen van doodstrijd en rouw, waar ik dromend van liefde naar schouw. Arthur Koessens. Dit is één uit de rij van stille, niet zo bekende, maar daarom niettemin grote West-Vlaamse woordkunstenaars. Op de plek waar zijn woonst, zijn onderpastorie stond, wil ik Arthur Koessens
schetsen als schrijver. Hij was echter niet alleen een schrijver, maar vooral ook een fervente lezer. Een vriend van hem, die op bezoek kwam, getuigde, gevond bij Koessens een stoel om op te zitten. Zij lagen vol boeken. Want als er iemand ter wereld was die boeken had en boeken gelezen had, dan was het wel Koessens. En als je hem over boeken aan het vertellen kreeg, dan kon je het niet meer vergeten. Reeds als student met de eerste snorhaartjes was Koessens al druk aan het schrijven en aan het meewerken aan verscheidene Vlaamse tijdschriften. Bovendien kende hij talen bij de vleet. Hij las boeken in ik weet niet hoeveel talen. En in de grote vakanties trok hij vaak een reisfrakske aan en weg was de man. Nu eens naar Engeland of Ierland of naar het zuiden en vaker ook naar Denemarken. Tijdens zijn hele leven was hij als schrijver actief. Dit waren vooral reisverhalen over landen die hij heel goed kende. Maar zijn liefste land was en bleef zijn Vlaanderen. Tom leest een strofe uit een gedicht waarin Koessens gehechtheid aan zijn West-Vlaanderen aan de zee heel duidelijk blijkt en blinkt. Hier bruist de wilde zee langs het oude Vlaamse strand en stormt er tegenop omdat haar houdt gevangen. Eens sloeg zij machtig door de vlakten van ons land haar reuzenarmen uit, vol stijgerend verlangen. Eens joeg ze in Vlaanderen hard de drifjacht van haar bloed, bedwelmdend met haar liefde en het rijke mensenleven, zong heerlijk, blij en luid, als tjoelen van haar vloed, waarover boten van geluk en zware weelden dreven. Wat was het verrukkend als de blanke zeilentocht, waarin de winden van dit open noorden sloegen, dit land doorkruisen en dit volk verblijden mocht. De zeilen die de wereldschatten herwaarts droegen, o, wat een weldaad was die liefde van de zee. Hij joeg, zij druk, bedrijf in thans vervallen steden, in Hoeken en Dammen en Oostkerken en Munnikenree, in Brugge bovenal, de glans van ons verleden. Tot een bundeling van zijn poëtisch werk kwam het evenwel niet. Bovendien strekte zijn literaire bedrijvigheid zich in feite meer uit over vertaalwerk en het neerpennen van reisverhalen. Daarentegen vindt er in zijn jaren geen enkel Vlaams initiatief plaats of Koessens heeft er met kracht aan meegewerkt. Zo onder meer was hij duwende kracht voor de vrouwenbeweging De Lely, voor het intellectuele weekblad Hoger Leven en voor de Rodenbach-herdenking te Roeselaren in augustus 1909. En tenslotte ondersteunde hij ook het volkse tijdschrift Ons Volk Ontwaakt. Verder publiceerde hij wel vaak ook gedichten in de literaire tijdschriften Bikorf, Jong Dietsland en Dietse Wanande en Belfort. Maar vaker bleven zijn gedichten in zijn lade liggen. Zo schreef hij zelf Pennetrekken uit Denemarken en over Engeland Pennetrekken van overzee. Goede reisverhalen die je laten genieten in heerlijke simpelheid, die je laten meereizen. Hierin liet hij telkens het buitenland zien door Vlaamse ogen. Met deze reisverhalen was hij een van de markantste Vlaamse vertegenwoordigers. Hij was ook bevriend met de katholieke schrijver Jurgensen uit Denemarken, als ook met kanunnik Sheehan, de vermaarde schrijver uit Ierland. Van beide schrijvers heeft hij boeken vertaald naar het Nederlands. Al deze werken liet hij drukken bij zijn vriend Joris Lano, de stichter van de gelijknamige drukkerij van Tilt, weet je wel. Uit Pennetrekken uit Denemarken leest Maureen een boeiend fragment. Deense mensen. Iemand vroeg me na mijn reis naar Denemarken
of de mensen er al daar nu ook al Europees beschaafd begonnen uit te zien. Hij wist er zeker niet veel van af. Hij dacht waarschijnlijk dat men er wellicht niets zag dan ruwe, onbeholpen lui van het ras der bosmenschen, met vrede ongekamde baarden, berenhuiden en berenmutsen op. Of beurtelings zeeschuimers en baanstropers. Ik heb gehoord, zei iemand me, dat ze geen Frans kennen. Dat komt ervan, als men al zijn kennissen wonen heeft in het zuiden. Bij sommigen wil het er niet in dat een Noor en een Zweed allermeest, doch ook een Deen een mens is als een ander. In Pennetrekken uit Ierland beschrijft hij de vrijheidsstrijd van het kleine Ierse volk. Dit illustreert Koessens aandacht voor de strijd van de kleine cultuurvolken die heel dicht de toestand van het eigen Vlaanderen benaderen. Uit Pennetrekken uit Ierland leest Tom een typisch fragmentje voor uit het eerste hoofdstuk. Gij zijt altijd geweest als een hoge tuinmuur tussen ons en de zon. Zo sprak een Ierse vrouw eens tot een Engelsman. Een bescheiden verwijt, voorwaar. Vroeger en heerlijker dan elders was het licht van de christelijke beschaving over dit eiland opgerezen. Ierland had aldra heilige zendelingen en geleerden genoeg over om bekerings- en beschavingswerk in Europese streken aan te vatten. Een zwerm Ierse missionarissen vloog naar Schotland, Engeland en IJsland, naar het Europese vasteland, naar België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Holland, Scandinavië. Bovenop de heuvels bouwden de monniken talrijke abdijen die beroemde wetenschapscentra werden en van waaruit een geest van ongeëvenaarde godsvrucht en reinheid de ziel van heel de natie ging doordringen. De gedenkplaat die je hier in de gevel van het appartementsblok ziet. Maar die gedenkplaat die je hier ziet, werd onthuld in december 1955. Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van, jawel, de Davidsfonds afdeling in Echtegem. Deze afdeling bestond toen 25 jaar. Ook schrijver en vriend Bosvogel maakte die inhuldiging van die plaquette mee. We maken nu een korte wandeling tot bij het graf van Arthur op het kerkhof hier in de Arthur Koessenstraat. Ik wil nog één iets zeggen over de naam van die straat. Het is de gemeenteraad van Echtegem die in het jaar 1938 besliste om de straat in plaats van Kortemarkstraat of straat naar Kortemark voortaan de naam Arthur Koessenstraat te geven. Als een eervolle herinnering aan de geliefde pastoor die hier had gewoond. Waar de stof op ligt, terecht ze van, onder pastoor Koessens begraven. Zoals je ziet, ligt zijn pastoor Willaert naast hem begraven. Hij stierf een jaar voor Arthur Koessens. Hier in Echtegem is Arthur priester geweest van december 1922 tot aan zijn dood in 1926. Nota bene, hij stierf op 19 januari, dag op dag, 104 jaar geleden. Op zijn uitvaart sprak men volgende woorden. Als priester op deze parochie muntte hij uit in godsvrucht, in liefdadigheid, zachtmoedigheid en priesterlijke ijver. En was hierom van iedereen bemind. In de krant van toen kon je lezen: op maandag werd eerwaarde heer Koessens
met grote plechtigheid in de kerk van Eichegem begraven. De deelneming was algemeen. Honderden en honderden mensen uit alle rangen en stand kwamen de laatste hulde brengen aan de ijverige priester, de goede vriend, de fijngevoelige Vlaamse schrijver. Tijdens de offeranden werden meer dan 1700 gedachtenissen uitgedeeld. Op zijn gedachtenisplankje staan zijn eigen woorden. Als ik nog jong was, heb ik God om wijsheid gebeden. Zij heeft in mij gebloeid als een druif die voortijd is rijp geworden. En mijn hart heeft er zijn vreugd in gevonden. Maureen leest het gedicht Nachtrit van Arthur Cushing. Het gedicht is op een wondere manier ook de verwoording van het gevoel dat wij creëren, alsof Arthur Cushing weer even bij ons thuis komt. Nachtrit. Ik ben door heldere sterrennacht uit landse verten thuisgekomen. Een wondere schijn van toverpracht hing langs mijn tocht in vree te dromen. De hemel spande hoog en rein een boog van glorie boven de aarde. En wijkend deinde steeds zijn lijn, welk onder hemelschoonheid vaarde. In lichten glans lag land en wei, en somber schoven bosjes henen, en grillig wentelde de rij van heuvels wazig klaar beschenen. Ik zag hoeven, eenzaam in de nacht, waar lamplicht door de ramen brandde, en molens als een donkere wacht in het luisterend stilzijn van te landen. Behekst kasteelpuin uit de tijd van ridders, ministreels en sagen, waar de avondheimelijkheid omspreidt en duister weeft van vreemde vragen. Wat huisjes bij een oude kerk, waar het uurwerk sloeg uit stompe toren, waar mensen rusten na het werk en sterven waar ze zijn geboren. En in die schoonheid en die vree liep slingerend langs blanke wegen onze mooie vaart in zwenking mee het wild lawaai van Londen tegen. Het geleek de speelse illusies wel die ons in lief gedroom omzweven, tot wij weer stoten op het spel dat vreedheid is van het leven. Mogen priesterdichter Arthur Cushing hier in vrede rusten. In naam van het Davidsfonds zal Annie nu een eenvoudig ruikertje bloemen op zijn graf leggen. Als slothulde aan priesterdichter Arthur Cushing leest Maureen hier twee strofen uit het gedicht van een beetje tijdgenoot Guido Gezelle. In dit gedicht, met als titel Ego Flos, richt Gezelle zich tot zijn hemelse vader. Maar de ik-figuur in het gedicht zou Arthur Cushing kunnen zijn. Ego floats. Ik ben een blomme. Mijn leven is uw licht. Mijn doen, mijn derven, mijn hoop, mijn geluk, mijn enigste en mijn al. Wat
kan ik zonder u als eeuwig, eeuwig sterven? Wat heb ik zonder u dat ik beminnen zal? Dan zal ik voor, o nee, niet voor uw ogen, maar naast u, nevens u, maar in u bloeien zijn. Zo gij mij, schepselken, in het leven wilt gedogen, zo in uw eeuwig licht me gij laat binnengaan. Hier nemen wij zo afscheid van priester, dichter Arthur Koessens. Ik wil heel zeker hier niet de sommer voor het ontbijt verwacht zijn tegen 9:15. Maar ik wil erbij zeggen dat wij 9:45 zouden moeten kunnen afsluiten. Omdat de landelijke gilde haar nieuwjaarsreceptie heeft in dezelfde zaal. Dus we hebben tijd tot 9:15 om van een rustig ontbijt samen te kunnen zoeken. Thank you.